Snel aan de slag met uw SketchUp subscription. Om uw SketchUp subscription werkend te krijgen, moet u een aantal stappen doorlopen. Het aanmaken en activeren van een Trimble ID, eventueel het toewijzen van uw licenties, downloaden en installeren van SketchUp Pro en het activeren van de software. De eerste stap: het aanmaken en activeren van een Trimble ID. Dit kan op vele manieren. Het is zelfs mogelijk dat u al een Trimble ID heeft, terwijl u zich dat niet realiseerde. U heeft een Trimble ID als u kunt inloggen op het 3D Warehouse, als u kunt inloggen op het Extension Warehouse, als u gebruik maakt van SketchUp Free, als u gebruik maakt van Trimble Connect en als u een trial van SketchUp Pro 2019 aangevraagd heeft. Een Trimble ID kan ook bestaan in de vorm van een Google inlog. Heeft u nog geen Trimble ID? Dan wordt deze aangemaakt tijdens het verwerken van uw order. U moet dit account nog zelf bevestigen en een wachtwoord aanmaken. U krijgt hier een e-mail over vanaf het adres noreply_identity@trimblepass.com. Deze e-mail ziet er ongeveer zo uit. Klik op de gele knop om uw account te bevestigen. Een internetpagina opent. Vul hier het e-mailadres in dat u opgaf tijdens uw bestelling van SketchUp Pro. Kies vervolgens een wachtwoord. Uw Trimble ID is gereed. Stap 2. Het toewijzen van uw licentie. Van donotreply@trimble.com krijgt u een e-mail met de bevestiging van uw aankoop van SketchUp Pro. Dit mailtje ziet er ongeveer zo uit. In deze mail staat een link naar het Account Management Portal. In uw Account Management Portal kunt u, als eigenaar, licenties toewijzen aan eindgebruikers. Als u slechts één licentie heeft gekocht, dan wordt deze automatisch toegewezen en kunt u deze stap overslaan. Het toewijzen van een licentie gaat als volgt. U gaat naar uw Account Management Portal. U zoekt de licentie op in de linkerkolom. Bij de licentie ziet u de naam van de reseller waar u SketchUp heeft gekocht. Als u op Plans klikt, ziet u het product dat u gekocht heeft. Klik op Members om gebruikers toe te wijzen. Voor iedere gebruiker klikt u op Assign, voert het e-mailadres van de gebruiker in en klikt u op Add. Als de eindgebruiker een Trimble ID heeft, ziet u vervolgens de voor- en achternaam van de eindgebruiker verschijnen. Als de eindgebruiker geen Trimble ID heeft, mag u die voor hem of haar invullen. Klik vervolgens nogmaals op Add. De eigenaar van de licentie kan een eindgebruiker ook verwijderen. Klik hiervoor op het kruisje dat helemaal rechts verschijnt achter de naam van de gebruiker. Bevestig het verwijderen van de gebruiker door op Remove te klikken. De eindgebruiker krijgt hier een e-mailbericht over. Na het verwijderen van de gebruiker kan de licentie aan een andere eindgebruiker toegewezen worden. Dit is toegestaan in 3 situaties. Als er een vergissing is begaan bij het toewijzen, als de werknemer het bedrijf verlaat of op het moment van vernieuwing van de licentie. Stap 3. Downloaden en installeren. In het Account Management Portal onder Plans vindt u een link naar de downloadpagina. De downloadpagina herkent automatisch of u een Windows of Mac systeem gebruikt. Op een Windows systeem installeert u het beste door op de installer rechts te klikken en te kiezen voor uitvoeren als administrator. Doorloop vervolgens de stappen. Op een Mac systeem installeert u door het installatiebestand te dubbelklikken en in het geopende venster het SketchUp-icoon naar de programma's-map te slepen. Voer het wachtwoord van uw systeem in als daarom gevraagd wordt.
Stap 4. Activatie. Open de SketchUp applicatie. Klik in het welkomstvenster op Sign in. Log in met uw Trimble ID of Google login. Klik dan op een van de templates of kies een bestand om te beginnen met tekenen. U kunt op twee computers ingelogd zijn. Als u een computer wegdoet, logt u uit in het welkomstscherm van SketchUp. Is uw computer gecrashed? Dan kunt u uw licentie uitloggen via het Account Management Portal. Klik hiervoor op Deauthorize All. Hierna kunt u SketchUp op een nieuwe computer activeren. Dat is alles. U bent klaar om SketchUp Pro te gebruiken.